Westerijn in de gemeente Dantemadeel. En volgens onderzoek blijkt dat maar 11% van de mensen genoeg groenten krijgt. En dat terwijl je 250 gram groenten per dag eten moet. Nou ben ik wel benieuwd hoe dat nou precies zit met die koelkasten hier in Westerijn. Zou daar wel groenten in zitten? Ik ben benieuwd. Ik bel je aan. Als je maar koud hè, hier op de Westerijn. Koud rijdt ze? Nou, dat begint weer goed. Dit hier een winkelstrut, denk ik. Nou, zorg je dan maar gauw, dat is ergens naar binnen te mooist. Oh, nou dan show even. Volk! Oh, ik wil je met je. Ik ben Rijtse. Ik ben Freddy. Dag Freddy. Is hij als jongen dat zo bij de beur is? Ja, nee. Natuurlijk mis ik me natuurlijk hier in Westerijn. Maar door. Ja, en de rest dan. De rest? Ja, de rest van de familie en de reis. Mag ik wat vragen? Jazeker. Ik weet niet als er aan het taart is, maar het is hastiet de stiet. Ja. Durf het nog even. Ja, waarom? Nee. Maar ik wil graag vrienden zien. Kom maar in. Ik ga helemaal niks bij me. Helemaal niks. Dus ja, wat ik dwang je in, ik zie je alles op wat hier in dit huis zit. En daar maak ik wat van. Ja. Nou. Dat was de koelkast even. Wat een joekel. Ja, dit is een. Is dit hem? Ja, dit is hem. Nou, kist dit, hier kust, dit is een dreer van elke kak. Nou, dat dacht ik. Rucola sla, bezem, puntpaprika, andivje, spinazie, en blomkool. Blomkool. Wat een grieten. Wat een walhalla. Ja. Makje. Nou ja, ik moet toch kiezen. Ja. Het gaat ook grieten. Okay. Want Joert, hoe ik eigenlijk echt onjaan dat je moet eigenlijk 250 gram groenten eten. Okay, maar dan moet ik spinazie. En spinazie hebben, andivie hebben, nou spinazie hebben we ervan. Jeetje, safmolle. 250 gram, dat wisten ze toch dat ja, dan? Ja. Voor de schijven 5. Ja. Ja, maar het liek, heeft het eens een keer wogen, heeft het een keer weegschaal? Nee, maar het zit er al hier op. He? Als het een poeder heeft, zit 300 gram op, dus dan kun je het voor. Ja, maar per persoon. Oh, per persoon. Oh ja. Per persoon. Ja, maar dit hier hoorde ik alleen. Ja, oké, nee, maar ja, nee, Freddy kreeg dit. Wat kreeg die? Nou, dat had er ooit. Wat kreeg Freddy? Kreeg Freddy het overschot? Och, dat moet er gewoon worden. Ja. Gooi hem maar op het groen. Wij hebben een regisseur die slaat mij niet nu de hand mee. Nee. Freddy. Dat lijkt me niet. Dit weer van die. Ja. Ik word die krijgvreeg als het wel goed voelt om salade te eten. Nou, dat is nou wel duidelijk. Nou, dat werd hem net. Een salade net? Nee, joh. Wat dan? Ja, maar half vlees bij. Een lekker salade, maatje, maar een beetje in de midden. Dus grienten is de hoofdzaak. Nou, dat kan je echt scheelletten. Grienten, benzoen, hinterloer met 250 gram per dag. Maar waar? We doen er dik vlees bij, Freddy. We hebben een lekkere serrano ham. En we hebben hier en nog wat orde rauwe ham, ik zeg nog wat orde. Puntpaprika's ging gebruiken, cheese ging gebruiken. En hier maakt je van die spinazie maakt een soufflé. Even de spinazie even wakker. Even kwad. Is dat beter voor de spinazie? Als je de spinazie wakker, dan krijg je volle meer een mooie groene kleur. En heel kwad. Dus de bewaarste vitamine. Bakken we de spekjes vast even uit. Spekjes bakken? Maar dat is toch hartstikke in de vet? Er zit verzadigde vet in. En dan heb ik ook een leuk ezelsbruggetje. Verzadigde vet is verkeerd. Dus, maar alles mijn mate, dan maai je het. Dus ik zoek er eigenlijk wel qua en Freddy wil zeker qua erin, maar we doen het hier. Dit is nou verkeerd. Verzadigde vet. Dus okay. Die is wel heel erg lekker. Ik vind het lekker door de grauwe jetten. Ja. Maar oké, we maken het souffletje even. En ik ga die spinazie, die is nou koud worden. En die hebben we heel kort even een roerbak. Eerst even het mesje erin doen. Dus net eerst de spinazie en dan het mesje. Dan doen we even een aaike erin. Scheutje remmen erin. Zo. Hup.
Ja, dat is net dood, hè, aan het begin van de dag, dan je met zo'n binnenroegel in je kom. Nee, dat ik echt net op rekenen. Nee. Nou, dit was goed. En die gaat erin. En nou zullen we eventjes naar onze Friese trots op het sportgebied. Marit Bouwmeester. Precies. Dankjewel, Freddy. Marit Bouwmeester. Ik ben je natuurlijk elke dag. Maar hoeveel moet je nou per week bewegen om gezond te wezen? Is dat A, 100 minuten, B, 150 minuten of C, 400 minuten? Mail in antwoord naar frieslandzoen@omroepfriesland.nl en maak je kans op dit fantastische boek. Wat een beetje rijden. Ik eet goed. Nou, beste mensen. En her even door, Reddy. Het had een zweergeelig. Ja, maar ja, dat is degene die Iepen hier had, dus dit is het resultaat. Ja, de koko's, de plunder, wie maar morgen naar je bord geeft. Ja, dat is het gevolg van dit verhaal. Maar ik hoop dat je hem allemaal goed smaakt. En nou, we hebben nog wat bruine balen beneden. Ja. Hij is echt alles in huis. Ja. Je hebt een lekker glasje wijn, helemaal goed, helemaal goed. Nou, maar wat zeggen we nog altijd, Anouk? Lekker? Eten. Heel goed. Nou, lekker eten. Lekker eten. Hoe zie je het, Anita, eigenlijk eten? Goed. Ja? Altijd gevarieerd en gezond eten. Oké. Okay. Ja. We gaan genieten. Ja, nergens meer voor. Maar dan ben je er vaker bij mij. Ja, ik denk dat we sowieso wel twee keer in de week aardappels met griënten krijgen. Ja. En oors wel griënten erbij. Jim zit eigenlijk gewoon bij die 11% van Jerry Dantemadeel. Ja. Bij de meesten die wolgen al griënten niet. Denk ik wel. En al die oren net. Ja, denk ik wel. Dus dit is een voorbeeld gezin. Ja. Nog. Nee? Waarom ben je dat net bij deze? Door en aan had je op om de wasel. Dat was zo. Nee, smeet het nou even naar beneden. Nou, dat doe dat. Ik ga een verrassing. Tja. Nog mooi. Freddy, hier is helemaal gelijk, jongen. Ik hier die koegels helemaal leeg plunderen. Ja, ja. Maar wij zijn worstak als vrij bij de omroep dat wij denken wij vullen hem ik weer helemaal. Ja, super. Dus tot piepen en zouten, alles zit erin en ik ga echt die paprika ik weer voor om. Oh, en nou ben alle keer dingen, zelfs tot de nutjes aan taart. Oh, alleen één ding, en dat heb ik dan weer dingen, deze binnen zonder zout. Ja. En dat doen we weer een beetje beter. In kwarten, dit wie het, ik voel poer gezellig. Bedankt voor je gastvrijheid. En wie mij al lang net onverschillig. Dank je wel. Hoi. Dank je wel. Ontzettend. Dank je wel. Leuk. Ik kom bij die Anouk. Komt die. 1, 2. Hupsie. Hey, hoi hè. Hey, daar. Hoi. Nou, het is helemaal donker. Ja, het jongen zit hier in Jesterijn. En? Reutse. De bist op een Westerijn. Westerijn, hè? De Westerijn? Ja. Of Westerijn? Westerijn is het. Ja, dat is heel nog donker, jongens, hier in de Westerijn. En hier gingen we bij het verkeer aan. Wij dachten dat de meesten hier gingen niet. Nou, deze in ieder geval wel. Het is een leuk recept. Dan gong het je nog wat te rap. Dan kan je altijd nog even zien op uw side. Hier staat er. En dan kan je hem zelfs even maken. En denk erom, als ik de oren keer bij jou aanbel je, altijd hier in de wang.